We gaan naar de beursvloer, naar Hans de Geus. Hans, uit cijfers van het CBS leren we dat de Nederlandse consument weer minder heeft uitgegeven. Dat is slecht nieuws voor de economie. Ja, klopt. Huizenprijzen werden bekendgemaakt, maar ook de consumptieve bestedingen. Ja, een daling van 2,2% op jaarbasis. Minder erg dan de vorige maand, maar nog steeds min. En dat duurt al zo'n 2 jaar. Kijk even naar die jaar-op-jaar verandering van die consumptieve bestedingen. Is niet zo gek natuurlijk, want de inkomens, de koopkracht daalt natuurlijk. Dus mensen hebben gewoon minder te besteden. Interessant is dat de groei van de hele economie hier toch wel behoorlijk mee samenhangt. Die heb ik er doorheen getrokken met dezelfde schaal. Dan krijg je 2 lijntjes die op elkaar liggen. Dat is levensgevaarlijk om te doen. Maar je ziet een behoorlijk grote samenhang. Ja, ik dacht dat we afhankelijk waren van de export. Ja, klopt. Nou, als je gewoon puur getalsmatig kijkt, is de consumptie nog altijd de helft van onze economie. Dus die samenhang die je net zag is niet geheel toevallig als we gewoon meer uitgeven. Dus als wij een euro uitgeven, dan neemt de groei met een halve euro toe, de nationale groei. Daar is een hoop om te doen geweest de laatste tijd. Een groot debat tussen economen. Volgens sommige economen doet de binnenlandse consumptie er totaal niet toe. Moeten we ons helemaal op de export richten. Ja, dit geeft gewoon een ander cijfer. Dit geeft gewoon een ander beeld. Binnenlandse consumptie doet er wel degelijk toe. En een ander punt is natuurlijk, we hebben al een handelsoverschot van bijna 10%. Ja, moet dat nog meer worden? Daarmee zijn we zo'n beetje de wereldkampioen van de hele wereld. Dus het wordt tijd om wat meer aan de binnenlandse bestedingen te gaan werken als je in ieder geval de economie wil laten groeien, lijkt het. Okay.